Bij kinderen kan de temperatuur alleen door inspanning of huilen al tot 38 graden stijgen. Koorts wil zeggen dat de lichaamstemperatuur boven de 38 graden komt. Bij een infectie loopt de temperatuur al gauw op tot 40 of 41 graden. Dat kan geen kwaad. Koorts komt het meest voor bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Eenmaal per dag de temperatuur meten is voldoende. Koorts is een normale reactie van het lichaam op een infectie met virussen of bacteriën. Waarschijnlijk helpt koorts de infectie te bestrijden. Bij een hogere temperatuur groeien virussen en bacteriën namelijk minder goed. Zolang het lichaam de warmte kwijt kan, zal de temperatuur niet boven de 42 graden oplopen. Kies daarom dunne kleding die losjes om het lichaam zit. In bed is een lakentje vaak voldoende. Als uw kind het koud heeft of rilt, kunt u het tijdelijk extra toedekken. Geef uw kind extra te drinken, eventueel een waterijsje. Eten is minder belangrijk. Zorg dat uw kind genoeg rust krijgt. Het hoeft niet in bed te blijven en mag, als het dat graag wil, naar buiten. Zodra het lichaam de ziekte de baas is, daalt de temperatuur weer. Als uw kind zich erg ziek voelt, pijn heeft of slecht drinkt, kunt u eventueel paracetamol geven. Na een half uur gaat het dan vaak wat beter. Als de temperatuur door de paracetamol niet daalt, is dat niet erg. Bel met uw huisarts als uw kind jonger is dan 3 maanden en koorts krijgt. Bel direct de huisarts bij een kind met koorts en de volgende klachten. Sufheid, kreunen, ontroostbaar huilen, trekkingen en wegraken, benauwdheid of anders ademen, bleekheid, grauwheid, niet wegdrukbare paarsrode stipjes op de huid, veel overgeven en diarree en natuurlijk bij te weinig drinken.